Nou, daar zitten we weer, Stefan. Ja, ik hoop niet dat we nu boze mails gaan krijgen dat we twee keer de achteruitkijkspiegel in dezelfde setting doen. Ja. Dat kan wel eens zo lopen. Het was even niet anders. Dus jullie moeten het wederom met ons doen deze week. Yes, de Opel Corral. De Opel Corral. Een nuchter broertje voor de Adam. Ja, ja. Ja, echt, ik vind het echt een Opeltje. No nonsense instappertje. Bij het zien van de eerste beelden had ik wel zoiets. Het is een beetje alsof ze een Chevrolet Spark en de huidige Opel Aguila in een blender hadden gestopt. Ja. Maar het is voor het aanzicht helemaal goed zo'n autootje. Gewoon als tegenhanger van de Hyundai i10. En die Hyundai i10, daar zijn wij fan van, hè, bij Autoweek. Ja, doet goed het gewoon autootje. Goed. Ja. Ja, en laat die Koreanen maar eens wat tegengas krijgen voor zo'n heerlijk nuchter Opeltje. Ik mag dat graag zien. Volgens mij waren de reacties ook wel positief, hè? Ja. Nou ja, Opel, een echte Opel. Ja, maar ook heel logisch als je hem zo naast die Adam plaatst, hè? Fiat heeft een Panda naast een hele frivole 500. Ja. Opel, die bewandelt een beetje dezelfde weg nu. Die, met een hippe Adam. En dan een hele nuchtere Karl. Ja, Karl. Koele naam alleen... ook, hè, Karl. Ja, vind jij het cool? Ik vind het een beetje gezocht. Komt ook een communistische versie, hè? Ja? Karl Marx. Oh, leuk actiemodelletje. Ja, ja, speciaal voor Oost-Europa, voor mensen die nog dat oude gedachtegoed aanhangen. Leuk, leuk. Hey, en van de nuchtere Karl naar de niet zo nuchtere Ferrari FXXK. Wel met een K dus. Ja. Ja, het is... Dit is toch zo'n auto waarvan... Ik vind het indrukwekkend, maar ik kan er bijna niks meer mee. En maar help mij even. Is dit zo'n auto waarvan Ferrari zegt... Nou, jij mag hem kopen en jij gaat ook meedoen aan het testprogramma... en jij mag af en toe huren die en die circuits af. Jij mag er naar hartelust op uitleven met je FXX. En wij zorgen dat hij daar staat. Wat ik zou... Alexander, het is een beetje zijn categorie auto's. Hij weet daar meer van dan ik. Maar wat ik heb begrepen, je mag hem kopen... maar hij mag eigenlijk het circuit niet af. En nee, Ferrari houdt hem een soort van in beheer. Ja, een soort rijdend proefprogramma doe je aan mee. Ja. En je helpt Ferrari met het ontwikkelen van nieuwe technologieën... voor toekomstige Ferraris. Ja, en ondertussen mag je wat geld in het laadje schuiven. Ja, want dat, ja heerlijk, hè, hoe ze dat bij Ferrari doen. Hè? Ja, die hebben wat dat betreft gewoon alle macht ook naar, wij bepalen... jij mag onze auto wel kopen, jij mag onze auto niet kopen. Ja, ja, en als, ook... als je een kwaad woord schrijft over ze, nou, dan... Nou, ons journalisten toe, ja, je moet altijd wel voorzichtig zijn. Ja, verder die auto verkopen natuurlijk, Michiel. Ja, niet zo best. Niet zo best. Peugeot denkt daar anders over, maar ja, dat is ook een beetje de waan van de dag. Ja, natuurlijk. Die 308 SW die doet het gewoon hartstikke goed. Het is ook een hartstikke mooie auto. En dat is gewoon een goed aanbod. Maar ja, goed, dat november vorig jaar zo goed was, dat heeft onze specialist Clem Dikman. Clem Dikman die zegt ook van ja, toen kwam net die PEF los vorig jaar, weet je wel. En die V60D D6 plug-in die ging toen als een tierenlier. Ja. Dus ja, november was vorig jaar een extreem goede maand. Ja, nu is die ook wel wat minder. Ja. Ja, en dan volgend jaar, hè, die banken zijn allemaal heel positief. Was dat nou de ING die al heel vroeg met 450.000 plus kwam? Ja, ja, ik ga me niet aan wagen, want het loopt toch altijd anders. Net als dat deze weg anders loopt, namelijk dood. Post van onze lezer. Ja, Arno van der Bos uit Woudenberg, die heeft volgens mij wel eens eerder gemaild, maar dat is al een tijdje terug. Hij heeft... zijn 60 pk sterke Ibiza uit 95 weggedaan voor een 150 pk Ibiza 2.0 Cupra uit 97. Hoe spreek je dat nou uit? Cupra of Cupra? Cup Racing staat het voor. Ja. Ja, op zijn Nederlands Cupra, maar in het buitenland zou ik gewoon zeggen ja, Cupra natuurlijk. Cupra klinkt beter dan Cupra. Ja, Cupra. Ja, technisch gezien zou het misschien Cupra kunnen heten, maar wij zeggen gewoon Arno, Cupra. Arno, als jij wil Cupra, blijf het vooral zeggen Cupra. Tweede vraag, de rest waren over enkele jaren. Hij is grotendeels aangepakt, wel wat last van roestvorming, maar om dit allemaal netjes te laten maken zou ik nog veel geld moeten investeren. Ik moet uiteraard de afweging maken of het geld nog waard is. Hoeveel denken jullie dat een auto als deze over bijvoorbeeld 5 jaar nog waard is? Kijk, zo'n Ibiza Cupra met zo'n 2 liter 16 klepper motor is bijzonder, maar het is ook weer geen Clio Williams. Nee, dus dat zijn echte collectors auto's. Precies. Kijk, daarvoor is het niet speciaal genoeg. Dus ik denk niet dat die auto opeens €5.000 of meer waard gaat worden. Dus, dat denk ik ook niet. Dus ja, Arno, het is een leuke auto en het is een snelle auto. Bijzonder ook. Bijzonder, maar als je nou echt een bijzondere Ibiza wil hebben, dan zou ik eerder zeggen van nou, doe deze dan weg. En
neem de facelift van deze auto. Dan had je die Cupra R van met 180 pk, zo'n 1.820 VT blok. Waar er veel minder van gemaakt zijn. Dan denk ik, ja, als dat, je dan iets bijzonders wil in een C had, maak je meer kans. Maar deze zal niet heel veel waard worden. Nog een vraag. Een 16-jarige jongen, Jorrit heet hij. Ik ben zelf helemaal gek van BMW's, schrijft hij. Ik ken iemand die ooit zei, eens een BMW, altijd een BMW. Wat zeggen jullie daarvan? Ik heb nog nooit een BMW gehad. Ik ook niet. Maar een BMW is in principe wel een bijzondere auto. Tenminste, dat was het altijd wel, omdat je altijd achterwielaandrijving had. Dat is natuurlijk tegenwoordig met die twee active toeren ook niet meer het geval. Nee, bepaald niet. Maar een BMW rijdt altijd wel bijzonder. Dus ik, door die achterwielaandrijving, dat geeft toch wel... Ja, en een dat, BMW... Ja. Premium gevoel, hè? Maar een BMW-rijder gaat ook niet in de Mercedes stappen. Nee, nee. Dus is... En andersom ook niet zo snel. Dus het, ik denk dat het echt wel een hele trouwe klantenkring heeft, het merk. Ja. Nee, eens een BMW, altijd een BMW. Ik kan me voorstellen dat mensen dat zeggen. Dus Jorrit, je bent 16 jaar. Ik zou me lekker vast gaan sparen. Oh, mooi. Doen. Oh, wat fout. Oh. Dat heb ik nog nooit gezien. Oh, wat fout. Een golfje met een hoedscoop. En kijk daar dan, die aangepakte polo. R-logootje erop. Helemaal zwart. Ja hoor. Je ziet nog eens wat hier. Kijk, nog een mooie, kijk eens, mooie golfje. Nog een mooie golf. Jongen, jongen. Ze hebben wel, ze hebben wel smaak hier hoor. Ja. Hey Stefan, jij hebt vorige week een geraai in de oude doos mogen doen. Dus ja, dus een beetje, ik heb er wat in gedaan. Ja, daarom staat hij ook nu niet achterin, maar hier. Dus dan heb jij hem wat sneller gepakt. Ja, maar ik moet sturen, dus jij moet er even uithalen wat ik erin heb gestopt. Nevada Driver's Handbook. Het Nevada Driver's Handbook. En er zit natuurlijk een verhaal achter. Ik heb het volgens mij wel eens een keer verteld, maar ik weet niet aan wie en wanneer. Dus ik vertel het gewoon lekker nog een keer. Hoeveel pagina's? Zo, 61 pagina's. Ik heb hem niet uit mijn hoofd geleerd. Ja, had ik dat maar gedaan, achteraf gezien. Het was 2010. Ik reed door Nevada met Luc Verbeke, onze fotograaf. We hadden de hele dag hadden we gefotografeerd en gefilmd. En we reden van Beatty, dat is aan de oostkant van Death Valley. En we moesten naar Las Vegas. En het was al wat later op de dag. En we reden over zo'n eindeloze lange weg. Ja. En je mocht daar 55 mijl. Ja. En nou, ik reed ineens achter een auto en het hele treintje reed 50. Dus denk ik, nou weet je wat, ik haal in. Ja. En ik haal in en ik zie ineens, shit, een state trooper, de derde auto. Ja. En ja, wat doe je dan? Ga je van je gas af of ga je door? Nou ja, ik reed maar door. Nou, de zwaarlichten gingen aan. Ik werd gemaand te stoppen. En daar kwam echt zo'n typische Amerikaanse kop uit. Met kort blokhead haar en een glimmende zonnebril. Kijk eens even, Golf R staat hier ook gewoon. Maar goed. Alles staat hier. Die gasten maken wel indruk, hè? Zo, ja. Maar dat was er eentje, daar viel echt gewoon niet mee te spotten. Lang verhaal kort. Drie bekeuringen in één, want ik had meerdere auto's tegelijk ingehaald. Ja? Ik had eerder moeten stoppen voor hem en ik had te snel gereden. Dat kon hij allemaal in één keer noteren en de schade bedroeg vervolgens $620. Of ik dat even ter plekke bij de sheriff wilde gaan afrekenen, nou, dat heb ik toen maar gedaan. Ik denk anders kom ik het land nooit meer uit of nooit meer in de volgende keer. Wat een land, hè? En dan kreeg je dit. Maar ik kreeg wel voor mijn $600 een Nevada Driver's Handbook. Gaaf. Dat nou weer wel. Maar die gasten die maken me indruk. Ik ben een keer in Florida aan de kant gezet door zo'n man. Ja, daar ga je geen grappen mee uithalen. Echt ook, alsof ik de grootste misdaad had gepleegd in de staat Florida. Omdat ik 20 mijl te hard reed. Maar goed, ja. Ja, dit was ook op zijn eindeloze rechte weg. Ja. Nou ja, hè. Het is nu een leuk verhaal, maar toen kon ik wel janken, kan ik je melden. Hey, wel lekker dat we een beetje een oranje captuurtje bij ons hebben met dit grauwe weer, hè? Ja, dat vrolijkt de boel behoorlijk op. Ja, hij loopt wel even mee. De trouwe Autoweek-fans die kennen deze duurtester al. Ze hebben natuurlijk de introductievideo in augustus of september geloof ik gezien. En we hebben nog een aantal leuke dingen voor de boeg voor deze auto. Maar sowieso doet die captuur het wel leuk, hè? Bij ons in de duurtest, maar ook qua verkopen. Het is de auto die mensen anno 2014 kopen. Crossovers. Crossover, SUV'tjes, ja. Compact, hoog op de poten. Ja, nee, zo'n beetje rond plek 10 bivakkeert hij in de vaderlandse verkooplijst. En dat vind ik gewoon heel netjes.
Weet je nog, die tijden dat het gewoon overzichtelijk was. Je had een sedan, je had een station wagon. Crossover had je nog nooit van gehoord. Weet je, een trein was, dat waren jeeps. Ja. Maar crossovers had je het gewoon nog nooit. Kijk, vroeger was het gewoon een sedan. Dat werk. Kijk, Stefan. Daar reden mensen in de jaren 80 nou in, hè? Gewoon zo'n sedannetje. Dieseltje, denk ik, zo'n trage 200D. Zal als een dieseltje zijn, ja. Misschien een 250D. Ja, niet meer. Maar goed, dat is wel, ja, crossovers had ik er niet van gehoord. Als je eens een keer gek deed, kocht je een station. En dan anders reed je gewoon een sedan of een hatchback. Gewoon zo'n lekker simpel sedannetje. Ja. Niet vooruit te branden, natuurlijk. Nee.